In Beringen is zaterdag het startschot gegeven voor de bouw van 10 starterswoningen. Het gaat om een nieuwe bouwstijl waarbij polystyreneblokken worden gestapeld als Lego-blokken. Het zijn een soort Lego-blokken die je op elkaar stapelt. En de vloerelementen zijn allemaal EPS is erin verwerkt. De vloerelementen hebben hetzelfde en de dakplaten ook. En daardoor krijg je toch één eenheid van materialen, waardoor zettingen van materialen niet mogelijk is. Dus ook geen scheuren en dergelijke voorkomen. Het idee van deze bouwmethode is afkomstig uit België. Voordelen zijn met name de korte bouwtijd en de duurzaamheid. De keuze voor deze bouwmethode komt voort uit een kostenbesparing. Met traditioneel woningbouw kwamen we op ongeveer met deze kubus inhoud die we nu hebben met een 660.000 euro. En we hebben dat terug kunnen brengen met de tussenwoningen naar 105. Dus dat was wel een aanmerkelijk verschil om over te gaan naar dit. In oktober 2012 peilde het dorpsoverleg in Beringen de behoefte aan woningen onder woningzoekenden. Met 15 starters op de woningmarkt werden gesprekken gevoerd. Aanvankelijk was het plan om 2 flats en 15 woningen te realiseren. Omdat dit te duur was, is er gekozen om 10 woningen te bouwen. Samen met de gemeente Pillemaas is dit plan uitgewerkt. Ja, het geld krijg je niet zo makkelijk. Het bouwen is hartstikke ingewikkeld. En hier in Beringen hebben ze oplossingen gevonden door creativiteit. Door op zoek te gaan, door mensen te mobiliseren en overal te gaan kijken tot en met in het buitenland toe. Om een nieuwe manier van bouwen. Het is prachtig zoals dat hier in Beringen tot stand is gebracht door de creativiteit en de volhardendheid van een aantal personen vanuit het dorpsoverleg die zeg maar jonge mensen daarin stimuleren en ook helpen. Het geeft echt weer leefbaarheid in het dorp. Beringen is een mooi dorp, maar je moet ook zorgen dat de jeugd gewoon gebonden blijft aan het dorp en dat wordt hiermee gerealiseerd. De woningen zijn echt gewoon heel goedkoop. Terwijl ze kwalitatief ook nog eens een keertje goed zijn. En wat gewoon ook mooi is, het zijn hele energiezuinige woningen. En dat is natuurlijk ook heel erg bijzonder. Maar persoonlijk vind ik gewoon nog het allerbelangrijkste dat gewoon de jongeren uit het dorp ook op deze manier een goede plek blijven houden in het dorp zelf. Per laag worden de woningen opgebouwd. In zo'n 10 weken moet de ruwbouw klaar zijn. Uiteindelijk is het de bedoeling dat deze woningen in de nieuwe bouwstijl in maart volgend jaar kunnen worden opgeleverd.